Wanneer u het microchip gestuurd huisdierluik in een houten deur monteert, heeft u geschikt handgereedschap of elektrisch gereedschap nodig om door de deur te zagen. Omdat u in hout zaagt, moet u bovendien een veiligheidsbril dragen. Voordat u het huisdierluik plaatst, moet u al uw huisdieren in het geheugen programmeren, zodat al hun microchips of penningen betrouwbaar worden gelezen. Het is bovendien heel belangrijk dat u voor montage de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer meet omdat dit de hoogte aangeeft waarop u het huisdierluik moet monteren. Het is van essentieel belang dat deze hoogte klopt, zodat uw huisdieren ongehinderde toegang tot het huisdierluik hebben. Markeer de deur ter hoogte van de buik van uw huisdier. Maak vervolgens een verticale markering op de deur waar het horizontale midden van het huisdierluik moet komen. Druk op de vier hoeken van het buitenframe een stukje bloedzaak of een vergelijkbare plakgum. Maak met een potlood een markering in het midden van de binnenkant van het buitenframe, zoals wordt weergegeven. Breng de markering die u op de onderste rand aan de binnenkant van het frame heeft gemaakt in één lijn met de markeringen op de deur en gebruik een waterpas om te controleren of het frame horizontaal is. Druk het frame stevig aan zodat de bloedhaak goed wordt samengeperst en het frame op zijn plaats houdt. Teken met een pen of potlood een lijn op de deur waarbij u de binnenkant van het frame als richtlijn gebruikt. De lijn moet zich bevinden waar de binnenrand van het buitenframe de deur aanraakt. Markeer ook de positie van de vier schroefgaten. Gebruik een grote boor om gaten in de deur te boren, zodat uw decoupeerzaag er gemakkelijk in past. Het is ook raadzaam aan beide kanten van de deur te boren om te voorkomen dat u het oppervlak van de deur versplintert of beschadigt als de boor door de deur heen gaat. Vervolgens zaagt u de sectie van de deur uit. We gebruiken een elektrische decoupeerzaag voor snelheid en precisie. Als u iets buiten de lijn die u heeft getekend zaagt, moet de tunnel de eerste keer gemakkelijk door de deur passen. Gebruik een boor van 6 mm voor de vier schroefgaten. Zorg dat de boor horizontaal is voordat u begint met boren. Wanneer u alle gaten heeft geboord en de sectie van de deur heeft verwijderd, verwijdert u stof en zaagsel met een doek of stofzuiger. Laat iemand vanuit het huis de tunnel door het gat in de deur schuiven en het huisdierluik stevig op zijn plaats houden. Het LCD-scherm en de batterijen moeten zich binnenshuis bevinden. Schuif aan de buitenkant van de deur het buitenframe over het uiteinde van de tunnel en kies uit de drie meegeleverde schroeven de juiste lengte. Voor een deur van standaard dikte heeft u de middelgrote of grote schroeven nodig. Weet u het niet zeker, dan begint u met de middelgrote schroeven om te zien of deze tot de kooi moeren komen. Als de middelgrote schroeven niet lang genoeg zijn, gebruikt u de langere schroeven. Plaats alle vier de schroeven voordat u ze met een handschroevendraaier vastdraait. Gebruik geen elektrische schroevendraaier, want dan kunt u de kooimoeren per ongeluk breken. Plaats ten slotte de schroefdopjes. De uitsparing in het schroefdopje moet van de tunnel zijn afgewend, zoals wordt weergegeven. Uw huisdierluik is nu klaar voor gebruik. Als u meer informatie wilt over de functies van het huisdierluik, zoals hoe u de vergrendelingstimer voor de tijdbeperkingsmodus kunt programmeren, bekijk dan onze video Aan de slag.